Dankjewel. Stel je voor dat we met z'n allen in een grote kring staan. Pak in gedachten de handen van je buren en kijk iedereen even aan. Weet dat we met elkaar verbonden zijn, allemaal. We zitten weliswaar achter een beeldscherm thuis of ergens anders. Toch zijn we samen ook op een gemeenschappelijke plek. Vandaag was de eerste dag van onze online heersbijeenkomst. En wat mij betreft, en ik hoop ook voor jullie, een boeiende bijeenkomst. We zijn begonnen met een mooie ceremonie. Morgana heeft de community circle geleid, waar is besproken wat de DeFi als gemeenschap doet. In de andere stroom heeft Abe te vertellen zijn lezing gehouden. Over de extase en de vruchtbaarheid in de hekserij van de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd. Helaas ging het met het geluid van het verhaal van Philip niet helemaal goed, maar je kan het aan Philip overlaten als je hem een woord geeft dat hij uiteindelijk de tijd voor volpraat. Het BES-werknet, het PFR-NL-BES-netwerk, heeft mensen op een andere manier naar dingen laten kijken in de workshop. Ik zie wat jij niet ziet. En tegelijkertijd was Morgana in gesprek met een aantal van jullie naar aanleiding van de video Geschiedenis van de PFI. Ik hoop dat jullie ook allemaal het gevoel hebben en dat we samen terug kunnen kijken op een mooie middag. We hopen dat jullie het naar je zin hebben gehad en we hopen dat we jullie morgen terugzien. Ik zal jullie nu een gedicht in gebarentaal vertellen. En de titel is in deze tijd, hoe kan het anders? Mabon. Het is nu tijd om deze middag af te sluiten. Iedereen gaat huns weegs en morgen komen we weer bij elkaar voor de tweede dag van onze online hersenbijeenkomst. Met andere woorden, de kring is open, maar ongebroken. We gaan nu uit elkaar, maar we blijven verbonden. Als laatste, neem mee wat je mee wil nemen van vandaag. En laat hier wat je niet mee wil nemen. Kom die wil komen, ga die wil gaan en blijf die wil blijven. Heil. Dank jullie wel. Tot Dank morgen. jullie al.